Hi, goedemorgen. Even wat plukjes zo. Dat het niet zo heel strak om mijn hoofd heen zit, want daar krijgen we hoofdpijn van. We gaan proefjes doen. Ja, ik heb mijn bril erbij om te lezen. We gaan beginnen met de La Mousse. Een cleansing cream to foam. Reinigende crème mousse, afspoelbaar. Nou, ja, dat is deze. Die ken ik al. Ja, die gebruiken wij gewoon in het groot, zeg maar. Het lijken heel wat tubetjes, hè, maar er komt echt minimaal product uit. Wat ik altijd doe is, zeg maar, dit is normaal meer foam, maar ik zit natuurlijk nu achter de kaptafel. Spuit heel even mijn gezicht nat. Ja, dan is het beter. Het is niet alsof je echt foam op je gezicht krijgt. Ik heb een nat make-up doekje om het eraf te halen. Want je moet dit wel weer gewoon verwijderen met water. En ik heb een droge doek. Om het af te drogen. Ik vraag me af of dit hetzelfde is wat ik dan gebruik. Sorry, even uit het beeld vallen. In de, wat ik, oh nee, oh mijn kleren helemaal onder. Ik ga heel even gewoon ja, kijk, als ik het in mijn handen doe, komt er wel een soort foam, zie je dat? Dus ja, het foamt wel. Ik had denk ik gewoon niet genoeg vocht erbij. Op zich vind ik namelijk de La Mousse wel heel fijn. Oké, die hebben we gedaan. Dan gaan we verder met een. Dit is een Camellia Glow Concentrate Hydratant. A gentle exfoliating hydration with AHA's. Do not use on the irritated skin. Oké. En bedankt. Dat is deze trouwens. Deze. En behalve de mousse heb ik dit allemaal niet eerder geprobeerd. Jeetje. Ik kan nog niet een pakje boter open krijgen, serieus. We nemen een schaar. Oh. Oké. Ja. En hier doe je dan verder niks mee. Dit wrijven is geen irritatie, hè? Het is gewoon wrijfrood, zeg maar. Zie je dat?
Oké. Ik ben wel blij dat ik mijn spuitwatertje hier heb. En mijn handdoekje. Oké. Ja, weet je, ja. Heeft dit iets gedaan? Geen idee. Ja, ik heb geen idee. Hoe zie ik dat? Hoe zie ik dat? Dan heb ik een... Hydra Beauty. Ik heb deze. En die gaat dan zo open. Dan heb je er drie. Dus we nemen de Hydra Beauty Micro Serum. Intense Replenishing Hydration. En wat staat erop? Het is een Advanced Moisture Serum for the Face. Oké. Okay. Hier zit ook een zo'n randje. Maar ik knip het er gewoon af. En wat ik heb gevonden is dat je hem dan zo dubbel vouwt. Dan knijp je het er het beste uit. Zo. Dan is dit het goedje. Het ruikt. Ja, wel frissig. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, de Hydra lijn kan ik niet zo goed tegen. Dus, nou dat. Ik had hier ook nog wat losse dingen staan. Oh, dat micro serum, dat heb ik ook in een tubetje. Oké. En dan hebben we de crème. De Fortifying Replenishing Hydration. Advanced Hydration Cream with Camellia Micro Droplets for the Face. Replenished and Resilient. Skin Glows with Beauty. En die heb ik ook in een tubetje. Maar die hoeven we dan niet te gebruiken, want we gebruiken die dingetjes. Dus ook hier knip ik de bovenkant vanaf. En dan... knijp ik hem helemaal uit. Dan ziet het er zo uit. Het voelt heel zacht. Alsof je zeg maar... fluweel op je huid smeert. Snap je wat ik bedoel? Het voelt heel... dat hele kleine beetje waarvan ik dacht... dat gaat nooit genoeg zijn voor mijn enorme gezicht. Ja. Heeft alles gedaan hoor. Jeetje. Oké, ik veeg even mijn handen af. En dan heb ik nog een klein tubetje met oogcreme. Dit is Le Lift Crème Jeu Smooths and Firms Eye Cream. En dat ziet er zo uit. Ik
Dat doe ik ook altijd even hier en op mijn bovenlip. Waarom weet ik niet. Dat doe ik gewoon. Oké. De laatste kunnen we niet gebruiken, want dat is een masker. Maar wat ik nog wel heb, is een body lotion. Deze van number 5. Nou, die vind ik wel heel erg lekker. Dus, wow, maar dat ga ik niet opmaken. Hier komt echt heel veel uit. Dus die zet ik even hier neer. Oh, wow. Hier neer. Dus ik zit helemaal onder. En doe ik gewoon even enkel op mijn armen. Nou, ik kan hier mijn borst ook al even meenemen. Zo. Daar zit redelijk veel in, moet ik zeggen. Oké, wat vind ik van mijn huid? Ik zie heel veel rood van het wrijven. Het gloot. Het plakt een klein beetje, niet meer heel erg veel. Heeft er iets gesmooth? Nou, dat... Vind ik op zich niet heel erg. Nee, de poriën zijn hetzelfde. Het voelt heel erg gehydrateerd. Dat wel. Dat zeker wel. Ja. Weet je, dat is een beetje het nadeel van met die proefjes. Je kan er niet zoveel van zeggen. Wat moet ik hiervan zeggen? Ja, het ziet er glowy uit. Het voelt gehydrateerd. Punt. Je kan het niet op langere termijn testen. En ik heb altijd de neiging om te denken dat het niet heel veel meer doet dan een andere soort crème, zeg maar. Misschien de geur, misschien de feel, zeg maar. Weet je, als je het opsmeert. En dat, ik moet zeggen, die crème van Hydra, die voelde heel erg lekker. Maar, ja. Ja, ik weet het niet. Kijk, ik heb een ochtendroutine nu gedaan. Voor de avond gebruik ik dan meestal, zeg maar, de sublimageproefjes. En ik moet zeggen, die heb ik nu heel december gebruikt. En ik merk niet heel veel verschil aan mijn huid nog. Het is nog steeds even rood. Hè? Dit gaat natuurlijk ook gewoon niet meer weg. En je moet ook geen wonderen verwachten. Maar vind ik nou... dat zeg maar rimpels zijn minder geworden of nee? Kijk, mijn huid ziet er nu glowy uit. Omdat het echt nog... het is ook nog vochtig, zeg maar. Het is helemaal gehydrateerd. Maar ja. Ik weet al niet zo goed wat ik hierover moet zeggen. Ik ben ook niet een skincare expert. Dus ik vraag het me af of dit op langere termijn wat doet. Zo op het eerste gezicht ziet het er goed uit. Mijn huid ziet er mooi, glowy, gezond uit. Behalve de rode vlekken. Maar die zijn van het wrijven en dat trekt zo meteen wel weer weg. Maar ja, ik zou zeggen, loop een keer in de Bijenkorf langs de Chanel winkel of in de Douglas of in de Issy Paris of waar ze het ook verkopen. En vraag een proefje gewoon. Ik weet dat de dames in de Bijenkorf Amsterdam zijn echt super aardig. Zijn super meewerkend, zijn hartstikke klantvriendelijk. En daar krijg je echt wel een proefje als je er omheen vraagt. Omdat je dan gewoon zegt, ja, ik wil een keer wat proberen. En heb je een proefje voor mij? En dat hebben ze heus wel.
Dus wil je het een keer proberen? Probeer het, zou ik zeggen. Het is fijne crème. Het voelt allemaal heel goed. En ja, het gaat een beetje intrekken. Het voelt allemaal wat droger. Minder plakkerig. Voor de aantal lagen die erop zitten. De mousse, twee serums en een crème. Vind ik het niet. Oh nee, één serum en één exfoliant. Vind ik het dat het redelijk snel in aan het trekken is. En ik moet zeggen, hoewel het opdroogt dus, blijft de glow wel te zien. Nou, dat dus. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Abonneer je op mijn kanaal, daar help je me mee. En dat vind ik altijd gezellig en leuk. En kom bij onze familie. Dat vind ik altijd zo flauw, ze dat zeggen. Maar bedankt voor het kijken. En ik hoop dat je een fijne dag hebt. En alvast een... Nee. Zover is het nog niet. Ik zit al met mijn gedachten in het weekend. Maar zover is het nog niet. Ik hoop dat je een fijne dag hebt. Of hebt gehad. En probeer het een keer. Een proefje kost geen geld. Kan geen kwaad. Je moet er alleen even voor naar een Chanel counter winkel. Ik zou niet een winkel doen. Douglas. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Doei!